Nou ja, in theorie is gewoon op school een vaste volgorde die aangehouden wordt. Kijk, het kan best zijn dat je eerst gehandicaptenzorg krijgt. In het ziekenhuis krijg je dat bijvoorbeeld ja, nauwelijks mee te maken. Soms gebeurt het, maar je wordt via het werk wordt je ingedeeld op afdelingen. En dat kan de ene keer kan je naar een chirurgische afdeling gaan. En bijvoorbeeld de volgende ga je naar een neurologische afdeling. En dan moet je gewoon eventjes kijken welke toets je dan op die afdeling kan gaan behalen. Nou, ik heb bijvoorbeeld al aangaan, dus wat ik moet doen, kan afgedeeld worden. Ik ga iedere maandag ga ik naar school. En de rest van de week werk ik of dagdiensten, of avonddiensten, of nachtdiensten. Dat is maar net hoe ik ingeroosterd ben. De manier van leren, in principe krijg je gewoon eerst theorie op school. En ja, dat ga je uiteindelijk ga je dat in de praktijk uitwerken. Je krijgt ook toetsen mee vanuit school. Dat zijn praktijktoetsen. Je hebt praktijktoetsen en schooltoetsen. De praktijktoetsen gaat bijvoorbeeld over basiszorg. Mensen wassen, bedden opmaken. Ja, die puntjes worden gewoon op den duur wordt dat afgetekend. In het ziekenhuis kom je heel veel diversiteit eigenlijk tegen. Interne afdelingen waar mensen dialyseren. Chirurgische afdelingen waar de ene voor een nieuwe heup komt, de ander voor een darmoperatie. En ik vind dat gewoon echt heel erg leerzaam in het ziekenhuis.